Jonge gasten gaan met plezier willen komen kijken naar een basketmatch. Zeker van het allerhoogste niveau, zou ik denken. Maar dat we heel eigen gezichtjes zien. Voilà, absoluut. En meteen een goed begin van de match voor Leuven. Eerste shot. Dat zijn de twee ploegen dat de coaches voor ogen hadden. Het einde van de eerste quarter, om er dan ook mee te beginnen. Oeh. Crossover van Stevens, ankle-breaker en de score. Lekker gedaan. Mooi. Oeh. Kijk, kijk, door de benen en dan de crossover van der Hagen. Doorgestoken, goed gedaan, Alston. Sparrow. En dan daar geen charge en daar straks fluiten ze die wel. En dan de tip in twee keer Brodeur. Zie je dat vertrouwen alleen maar groeien en zie je ook dat Mechelen beter en beter begint te spelen. Cebasek, het antwoord. En daar is het antwoord van Cebasek. Hier, goed screen van Jong. Goeie pas. Ja, geen tweede man die zich komt aanbieden. En Van der Hagen gooit dus een driepunter binnen. Moet deugd toe voor hem dat hij die bal ziet binnengaan. Elm er weer af. Het heeft 10 seconden geduurd of zo. Ja. Misschien... Oh, goede bal. Uitstekende pas naar Van der Hagen. Goed gedaan van Heath. De helft van het derde kwart op moeten wachten. De drie punten van Cebasek. Meteen de reactie van Leuven. Oh, Cebasek goed over die screens gekomen. Zijn ploegmaats vinden hem niet. Allen. Pull-up jumper van Kevon Allen. Als... En ook hij de goede touch. Die won dribbelen. Dat is... Wel, ik denk eerlijk gezegd, heb jij daarnet niet gezegd van, dat hij stond te slapen bij deze inbound? Dat was ook zo. Nou, dan moet je als speler kwaad zijn op jezelf, niet op je headcoach. En hier Joshua Heap. Ze hebben nog wel wat, wat marge. Loubry. Driepunter Domi Loubry. En opnieuw gooit hij hem binnen. Zijn vijfde. Heap. Pas gezet inside, maar vindt wel McGlynn. En McGlynn opnieuw met de score. Opnieuw naar 10 punten verschil. Cebasek, driepunter. Rebound voor Menes. Daar is Menes opnieuw en alley-oop. Geduld hebben, jongens. Spin. Ja. Tegen Loubry en Allen, die wint dat. Stevens. Maal Stevens naar de ring en de score voor Stevens. En zo is het verschil. Wat er gebeurt niks, hè? Dennis, niks van collectiviteit. Aanvallende rebound voor Jong en dan binnengetikt door Van der Hagen. Bij Leuven. En jonge Belgen die ook gezien hebben gewoon vandaag. Die goede dingen hebben laten zien. Van der Hagen is er daar één van. Maar het is Eddy Kasteels die het haalt van de jonge coach Christophe Michiels. En zo pakt Leuven.